Welkom bij een speciale Topnames uitzending, actueel, vers van de pers of actueel vanmorgen. Lucien, je bent op dit moment van de Dutch Startup Association. Toen Topnames 5 jaar bestond, hebben Stekel en ik onder meer dankzij jou, maar dat was er nog niet de Dutch Startup Association, een mooie jek gekregen waarop stond 5 jaar Topnames bedankt namens Amsterdamse Startup, geloof ik. Daar schaats ik nog steeds. Mee. Daar wou ik je nog even voor bedanken. Was goed materiaal ook. Ja, dat was een fantastische live uitzending, was dat toch? Ja, dat was superleuk, ja. Ja, klopt. Hey, waar we nu over bellen is... morgen is een belangrijke dag, begrijpen wij, voor Startup Nederland. Waarom? Ja, de overheid opent dan de regeling om een soort notenkrediet, een overbruggingskrediet, te kunnen aanvragen. En we hebben vandaag gehoord dat daar nog een extra mogelijkheid bij komt. Dus er zijn nu twee regelingen qua kredieten. Eigenlijk eentje voor, ja, laten we zeggen, kleinere leningen, start-ups. En de andere wat grotere, scale-ups. En morgen gaat via techleap.nl een portal open waar je de aanvragen in kan dienen. En van eentje zijn al heel veel criteria voorwaarden bekend. En van de andere was het nog wat beperkt. Hey, is een goede regeling? Vertel eens, want we kennen allemaal uit het nieuws die NOW-regeling, hè, dat het subsidie van de loonkosten voor bedrijven. Maar dat geldt alleen als je een omzetdaling van minimaal 20% hebt. Ja. En bij heel veel start-ups, groeibedrijven, werkt dat natuurlijk totaal anders. Hè? Dus die komen daar niet altijd voor in aanmerking, denk ik. Nee. Ik vond het heel tof om te horen dat Hugo net van Campspace in staat was om een aanvraag te doen. Ja, blijkbaar heeft hij omzetverlies dan. Ja, ja helaas ook. Ja, maar had gelukkig. aan de andere kant, er zijn natuurlijk al meer bedrijven die heel veel omzet al hebben en zelfs wel vertienvoudigd zijn. Maar dan vergeleken met vorig jaar niet voldoende zakken om zoveel omzetdaling te hebben om aanspraak te kunnen maken. En je hebt natuurlijk ook gewoon partijen die helemaal geen omzet nog hebben, maar wel op een andere manier gewoon misschien fantastisch gaan qua tractie. Ja, die vallen wel allemaal buiten de boot. En dat is echt het overgrote deel wat buiten de boot valt. En daar is dus nu die 100 miljoen voor beschikbaar gekomen die morgenochtend open gaat. En dat is een overbruggingskrediet, hè? Dus het is geen subsidie of een gift, het is een lening. Nou ja, dat is natuurlijk meteen een van de issues. Is dat de sector die bij uitstek de banen creëert in Nederland en in de economie. Dat zijn degenen die geld moeten lenen om banen in stand te houden. Dat is eigenlijk een beetje gek. De rest van de economie en natuurlijk iedereen heeft problemen. Weet je wel, dat is het niet. Maar het is wel gek dat het eigenlijk bij bijna alle bedrijven is het een soort uitkering eigenlijk. En start-ups die zullen moeten lenen. En, maar goed, dat vind jij een slecht element aan. Zitten er nog meer dingen aan waarvan je zegt, dit is niet goed? Want wat je zegt, hè, kijk, het punt is, iedereen kijkt naar zichzelf en iedereen heeft het zwaar, iedereen heeft het moeilijk. Ja. En weet je wel, als je in de kunst zit, zeg je van wij worden het zwaarste aangepakt. Als je bij de KLM werkt, zeg je de luchtvaart heeft het zo zwaar. En als je starter bent, zeg je ja, weet je wel, wij zijn toch echt anders. Ja, nee, natuurlijk. Iedereen heeft een argument. En de horeca die hoort natuurlijk ook steeds. Die moet het ook niet om allemaal die 90% gedekt te krijgen. En dat is ook allemaal terecht. Wij bekijken het op dit moment een beetje als groep start-ups wel als het belang voor het land. Hè. Premier Rutte heeft in januari geroepen dat, dat we nummer 1 van Europa moeten gaan worden. Nou, TechLeap heeft het ook als doel omarmd. Nou, we zijn nu een paar maanden verder en dan merk je dat we gewoon in verhouding tot andere landen eigenlijk heel weinig beschikbaar maken voor start-ups. En dan kom je eigenlijk een beetje in de, als ik heel eerlijk ben, zit je nu gewoon in de achterhoede van Europa qua regelingen. Dus begrijp me niet verkeerd, hè? Iedereen werkt keihard en die intenties zijn allemaal goed. Maar dit is vergeleken met andere landen gewoon te weinig. En het eerste wat had moeten gebeuren is gewoon die NOW ook op een of andere manier open zien te krijgen of een alternatief daarvoor. Voor start-ups, dat ze in ieder geval eventjes hun mensen konden aanhouden terwijl ze aan het kijken waren wat ze allemaal gaan doen. Maar op dit moment zie je gewoon dat heel veel van deze bedrijven gewoon
ontslagrondes aan het voorbereiden zijn of al gedaan hebben. En dat is eeuwig zonde, want dat, weet je, dat krijg je nooit heel snel meer terug. Dus dat is een grote, wat je zegt, desinvestering of kapitaalvernietiging, hoe je het ook wil noemen. Want het gaat even goed geld kosten aan de overheidkant. Dus die gaan allemaal naar het UWV. Dat moet ook gewoon betaald worden. Dus dat is eeuwig zonde. En dat hadden ze gewoon even anders moeten doen. Ja, nu zijn er dan wel... Nee, Lucien, ik spreek wel, als je mensen spreekt, die zeggen dan van ja, weet je, 9 van de 10 start-ups, dat is allemaal zwaar met investeringsgeld, die zijn helemaal niet bezig met omzet, dus weet je, wat maakt het uit? Er zitten kapitaalkrachtige investeerders achter, wat een gezeur. Ja, het is natuurlijk een totaal systeem, hè, hoe start-ups, hoe dat allemaal samenwerkt. Op de eerste plaats, wat ik altijd heel grappig vind, is het is helemaal niet zo dat de meeste start-ups het niet halen. De meeste start-ups blijven langer dan 5 jaar bestaan. Dat is al 1. En het grappige is dat grote bedrijven steeds korter bestaan. Hè? Dus gemiddeld nu 12 tot 15 jaar. Dus dat kruipt langzaam naar elkaar toe. Dus ik vind het argument steeds minder steekhoudend worden. Het overgrote deel blijft lang bestaan. En 10% wordt natuurlijk super succesvol. En ze zijn de grootste banencreëerders van de economie, zo ongeveer. Er zijn nog een paar anderen die ook aardig meewerken. Maar het is een heel belangrijk component. Dus iedereen die zegt dat het niet zo belangrijk is, die denkt misschien voor zichzelf, en dat die persoon raakt het misschien niet. Startups raakt het natuurlijk wel, maar nog veel groter, het raakt gewoon het land. Dus als jij straks, je noemt net KLM, dat vind ik een prachtig voorbeeld. Er wordt natuurlijk 4 miljard gegarandeerd. Voor KLM, voor 33.000 medewerkers. Bij start-ups werken ergens tussen de 100.000 en 120.000 medewerkers. En die gaan het nu met 100 à 200 miljoen doen. Dat is natuurlijk gek. Want tuurlijk, KLM, misschien systeembedrijf, hè, moeten we in de lucht houden. Allemaal belangrijk. We moeten zakelijke bestemmingen houden. We weten allemaal dat er uiteindelijk toch banen zullen gaan verdwijnen. Dat is namelijk niet houdbaar. Het gaat heel lang niet goed in de luchtvaartindustrie. Dat weten we nu al. Dus daar gaan zulke bedragen tegenaan. En tegelijkertijd ga je dus degene die de meeste banen creëren, daar ga je eigenlijk heel mondjesmaat en voorzichtig en eigenlijk vrij langzaam mee om. Hey, zit je nou ook nog met een definitiekwestie? Want het is altijd al ingewikkeld, hè? Tenminste, daar kan je lang over praten, wat is een start-up? Maar nu, als het over dat geld gaat, hè, want als mensen die er niet zo goed in zitten, zullen het misschien zien als beginnende bedrijven, maar voor jullie zit er een hele andere component aan. Loop je daar tegenaan? Wat is een start-up? Ja, zeker. Binnen de DSA, de Dutch Startup Association, hebben we eigenlijk al een hele tijd die discussie. Hè? Dat is altijd een beetje moeilijk. Heel plat is het al moeilijk om tussen start-up en scale-up een grens aan te geven. En start-up in het algemeen is nog ingewikkelder. Bij die regelingen bijvoorbeeld hebben ze nu, even uit mijn hoofd hoor, maar als je nog niet ouder bent dan bijvoorbeeld 1,5 jaar of zo, en je toont bijvoorbeeld al tractie in aantal werknemers of in omzet, dan ga je een beetje als een snel groeiend bedrijf en dus start-up tellen. En daar zit op zich wel een punt natuurlijk, want je zou eigenlijk start-up ook kunnen omschrijven als een klein bedrijf, net zoals heel veel kleine bedrijven, maar met ambities van een heel groot bedrijf. Dus je moet ergens gaan aan herkennen dat ze heel erg hard groeien. Dus dat zit of in medewerkers, of in investering, of in omzet. En die zijn natuurlijk wel vrij makkelijk nog te meten, maar wat veel moeilijker te meten is natuurlijk een start-up die een geweldig idee heeft en vervolgens heel hard groeit met bijna geen medewerkers, maar wel enorme tractie. We herinneren ons allemaal wel Instagram of zo, die toen voor 1,1 of 1,7, wat was het? Ja, Lucien, over grote, heel succesvolle start-ups gesproken die ook heel groot worden. Jullie maken je echt hard voor financiële steun voor de start-up community in Nederland. Ja. De voormalige start-up Booking, een vraag van jouw welbekende Johan Schaap. De voormalige start-up Booking is nogal slecht in het nieuws. Hebben jullie daar last van bij deze campagne? Nou, verrassend genoeg, bedankt Johan. Hadden we tot nog toe geen vragen daarover. Nou, dat scheelt. Het diplomatieke antwoord is hier dat we inderdaad vinden dat dingen als zo'n nauwregeling aangepast moet worden. Maar zowel om misbruik te voorkomen als om uitsluiting.
te voorkomen. Hè. Dus het probleem ligt een beetje aan twee kanten. Als ze heel snel zo'n regeling optuigen, ja, dan gaan we dingen mis. Er valt van alles doorheen. En ik weet niet of je dat artikel laatst van Bouwman, Martijn Bouwman in Bouwma in FD gelezen had. Ja. Die eigenlijk heel rijk opstond waarom je allemaal fout kan zijn tegenwoordig. Ja, en dat is natuurlijk wel iets wat de economie was voor deze crisis. Dus ik denk dat iedereen wel bewust aan het worden is van hoe je overkomt. En dat allemaal veel transparanter aan het worden is. Dus ik denk, alle bedrijven zullen wel iets gaan schakelen op dit gebied. En dat gaat gewoon heel belangrijk worden. En ik denk dat start-ups van deze tijd juist daar heel mooi voorbeeld in zijn. Want dat zijn vaak behoorlijk transparante bedrijven. Hey, we zouden even kort bijpraten. Hebben we nog wat gemist over morgen? Nou ja, er komt dus naast die 100 miljoen wat die overbruggingslening is, komt er nog een extra 100 miljoen van Wouter Bos via InvestNL. Dat gaat dan om de wat grotere leningen. Dus dan moet je denken aan meer de voor scale-ups, hè? Die call, dat is die corona overbruggingslening. Die gaat eigenlijk tot 2 miljoen. Alles daarboven gaat InvestNL aan bijdragen voor de helft. Dus dat betekent dat dat samen moet met co-investeringen. Niet alles is daar al even duidelijk van. We weten wel dat ze zelf gaan met de hand zeg maar gaan kiezen. Hè. Dus het wordt niet een soort algemene regel waar alle investeerders mee kunnen samenwerken of zo. En in het algemeen is onze boodschap eigenlijk, als ik daarmee mag afsluiten, is dat 200 miljoen eigenlijk heel erg weinig is. Want als je ziet dat vorig jaar er 1,5 miljard in de Nederlandse start-up-industrie gestoken werd door investeerders uit de markt, dan gaan we met 200 miljoen gaan we maar een paar redden. En ik hoorde vanmiddag nog in een toespraakje van Constantijn van TechLeap, dat we inmiddels op 7000 start-ups zitten. En als ik een beetje goed reken achter op een bierveeltje, jongens, dan halen we een paar honderd bedrijven mee hier uit de gracht. Ja. Oké, man. Bedankt. Veel succes ermee. En we spreken elkaar weer snel. Succes, Lucien. Okay, dankjewel. Awesome. Yep.